bloeiende blauwalgen, elektrocutie voor planten en de uberbacterie. Dit is Science Flash met het laatste wetenschapsnieuws. Roeken, een kraaiensoort, zijn uitstekende teamworkers. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Psychologe Amanda Seed plaatste een kraaienmaal van eigeel en meelwormen net buiten het bereik van twee roeken. Ze plaatste het voerbakje achter een hekwerk op een plankje met aan weerszijden daarvan twee touwtjes. Het experiment was zo ontworpen dat alleen door goed samen te werken en tegelijkertijd aan de touwtjes te trekken, de roeken erin zouden slagen de wormen naar zich toe te trekken. En dat lukte, zonder al te veel training. Roeken lijken dan wel slimme vogels, echt begrijpen waar ze mee bezig zijn doen ze niet. Want als de ene vogel treuzelt, begon de andere toch alvast te trekken, zonder dat dat het opleverde. Slecht nieuws, de blauwalg rukt op. Dat schrijven professor Jef Huisman van de Universiteit van Amsterdam en zijn collega's in het tijdschrift Science. Ik heb Jef aan de telefoon. Hi Jef. Ja, hallo. Ja, waarom is dat slecht nieuws? Want de blauwalg is toch ook best een nuttig beestje? Ja, de blauwalg is heel nuttig. De blauwalg komt wereldwijd voor. En al heel lange tijd, al bij het begin van het leven op aarde, de oudste fossielen worden blauwalgen gevonden. En ze hebben waarschijnlijk toen al, hetzelfde wat ze nu doen, zuurstof geproduceerd en zuurstof in de atmosfeer gebracht. Ze waren de eerste die dat deden. En ze hebben dus eigenlijk al het verdere leven op aarde mogelijk gemaakt door hun zuurstofproductie. Ja, dat is best nuttig inderdaad, maar dat geeft ook problemen, dat beestje. Ja, het geeft ook problemen. Er zijn heel veel verschillende soorten en er zijn een aantal soorten tussen en die zijn giftig. Oké, dus die zorgen dus voor inderdaad die groene substanties in poelen en zo. En zo komt die soms zomers in het nieuws. Ja, dat klopt. Oké, nou, de blauwalg rukt op, schrijven jullie. Hoe weten jullie dat? Wat wij doen is, wij meten in heel veel verschillende plassen en meren meten we de algensoorten die er allemaal in voorkomen. En wat we dan zien is dat er in Nederland, maar eigenlijk ook wereldwijd, steeds meer blauwalgen gevonden worden. En je kunt het in principe ook zien als je bijvoorbeeld naar Google Earth gaat en je kijkt naar meren, dan zie je dat een aantal meren steeds groener worden. En zie je dan ook dat sommige stammen richting het noorden oprukken, richting Europa? Ja, wat wij doen is, we nemen overal monsters en dan gaan we ook onder de microscoop kijken wat er allemaal in zit. En er zijn een aantal soorten bij, die werden tot nu toe alleen maar in de tropen en de subtropen gevonden. En voor het eerst in 1930 werden ze ontdekt in Zuid-Europa. En de laatste 10, 15 jaar komen ze ook voor in bijvoorbeeld Noord-Duitsland en in Nederland. Aha, en hoe speelt de opwarming van de aarde daar dan een rol bij? Wat blijkt is dat deze soorten harder gaan groeien bij hogere temperaturen, zeg boven 25 graden Celsius. Terwijl hun concurrenten gaan juist minder hard groeien. Die zitten boven hun temperaturen optimum. Dus ze groeien harder bij hogere temperaturen. En ze profiteren ook van het feit dat een waterkolom gelaagd raakt. Je krijgt een warmere waterlaag bovenin. En door die warmere waterlaag wordt er minder hard gemengd in het water. En blauwalgen die maken gasblaasjes aan. En daarmee drijven ze omhoog als het niet hard gemengd wordt. En dan krijg je van een dikke matras als het ware. Ja, dan krijg je zo'n dikke groene drijflaag. En daarmee concurreren ze alle andere soorten weg. En worden zij degene die gaan overheersen. Goed, hey, hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan. Op YouTube vonden we de volgende ingekorte versie van de evolutie van de mens. Let op, het loopt niet best af. Go, 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 go. Woo! Ja, het ging een beetje snel, hè? Nog een keer? Go, 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 go. Bacteriën die leven van penicilline in plaats van het dood aan te gaan. Tot een grote verbazing ontdekten Engelse biologen bodembacteriën die penicilline gebruiken als hun enige voedselbron. Ze zijn van nature immuun voor deze aardsvijand. Penicilline scheidt een stof uit die bacteriën dood. Handig als medicijn, zo ontdekte Fleming begin vorige eeuw. De biologen zijn bang dat de bodembacteriën deze eigenschap vroeg of later zullen overdragen aan ziekteverwekkende bacteriën. Een soort superresistente ziekenhuisbacterie.
MRSA XL. Ben je kleiner dan je vriendin? Vergeet hakken. Neem een hoofdimplantaat. Daarmee word je al snel 5 centimeter langer. De Spaanse plastisch chirurg Luis de la Cruz ontwikkelde dit siliconenimplantaat. De operatie om het tussen hoofdhuid en schedel te plaatsen duurt 90 minuten. Mensen met lange, dunne hoofden wordt afgeraden de ingreep te ondergaan, want dat kan er vreemd uitzien volgens de chirurg. Aan de Universiteit van Newcastle heeft een team van wetenschappers een aantal halfmens, halfkoe embryo's gemaakt. Dit om iets tegen ernstige ziektes als Parkinson en Alzheimer te kunnen vinden. De celklompjes leven maar 3 dagen en gaan vanzelf dood. De halfmens, halfkoe kan dus nooit geboren worden. Als een plant aangevallen wordt, verdedigt hij zich zo goed als hij kan. Met allerlei biochemische stofjes tegen bijvoorbeeld insecten en schimmels. Joel Cuello van de Tucson Universiteit dacht, als ik die plant eens flink, maar dan ook echt flink onder stress zit, kan ik die biochemische stofjes aftappen en als biologisch bestrijdingsmiddel gebruiken. De beste manier om een plant op te naaien bleek elektroshock. Dat leverde tot 13 keer zoveel bestrijdingsmiddel op als een plant zonder stress zou leveren. Niet erg plantvriendelijk, maar wel goed voor het milieu. En Erik, wat heb jij voor nieuws uit de ruimte? Nou, wij gaan zelf vliegen in de ruimte, maar eerst de geboortegolf van sterren in ons jonge heelal. Toen ons heelal nog jong was, werden er veel meer sterren geboren. Zo blijkt uit onderzoek van een team van internationale deskundigen. Dit zijn beelden van sterrenstelsels toen het heelal nog 3 keer zo jong was als nu. Het licht van deze jonge stelsels heeft er 10 miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. Door de uitdijing van het heelal zijn de lichtgolven van het stelsel uitgerekt tot radiogolven. We kunnen ze daarom het beste zien met radiotelescopen. In totaal zijn er 5 van deze sterrenstelsels gevonden. Uit metingen blijkt dat ze enorm veel sterren produceerden. Dat komt doordat ze onderling veel met elkaar botsten, zoals je hier kunt zien in deze animatie. Ze hadden voldoende gas om de geboortegolf nog miljoenen jaren te laten duren. Wij kunnen er dus nog een tijd van genieten. Het bedrijf X-Core Aerospace presenteerde onlangs haar plannen voor de Lynx, een ruimtevliegtuig dat mensen de ruimte in kan sturen. Het toestel kan tot een hoogte komen van 60 kilometer boven het aardoppervlak. Dat is 6 keer zo hoog als de gemiddelde Boeing. Dat is in de mesosfeer. De ruimte begint niet op een duidelijke grens, maar we hebben afgesproken dat de ruimte begint op 100 kilometer hoogte. Daar blijft dit toestel dus ver onder. Hier zien we een vliegschema. De Lynx moet de concurrentie aangaan met Spaceship 2, een ruimtevliegtuig dat ontwikkeld wordt door het bedrijf Scaled Composites. In tegenstelling tot de Lynx wordt Spaceship 2 vanaf een draagvliegtuig gelanceerd op 15 kilometer hoogte. Spaceship 2 bereikt uiteindelijk een hoogte van 140 kilometer. En dat is wel officieel in de ruimte. Een ticket kost slechts $200.000. De Lynx moet een goedkoper alternatief worden, maar de prijs wil de ontwikkelaar nog niet noemen. Beide vliegtuigen moeten, als alles goed gaat, in 2010 hun eerste trip maken. Begin dus maar vast met sparen en hopen dat de Amerikaanse economie een beetje op dit niveau door blijft sukkelen. Volgende week meer nieuws uit de ruimte. We zijn alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Wil je nou meer weten over de onderwerpen die we deze week besproken hebben? Kijk dan even op onze website scienceflash.nl. En anders heel graag tot volgende week. Dag!